Toen ik een jaar of 20 geleden een karper verspeelde aan de meshengel, was dat het begin van een nieuwe viscarrière. Een carrière die ruim 40 jaar geleden begonnen is. Mijn eerste vorentjes ving ik in Rotterdam-Zuid, in de Lange Reer. Daarna kwamen de baarsjes, de bliekjes en de zeelt, tot ik de braadsen met de snoek ontdekte. Jarenlang heb ik alleen op braadsen met snoek gevist. Paling en snoekbaars hebben me nooit zo aangesproken. En karper stond in die tijd bekend als nauwelijks vangbaar. Begin jaren 70 heb ik het zilte water zelfs even geteisterd. Maar in 1975 ben ik weer terug op de oude stek, het zoete water. Eind jaren 70 het boek van Rini Groothuis verschijnt, is het hek echt van de dam. Lezen over karpervissers, logboeken bijhouden en vooral uren maken, veel uren. Jarenlang wordt mijn leven door de karper beheerst. Wat er nou zo leuk is aan het vissen, en vooral aan het karpervissen, nou hengels bijvoorbeeld. Molens, ook zo'n onderwerp waar karpervissers uren over kunnen praten. Ik zal er een paar laten zien die ik de afgelopen 20 jaar gebruikt heb. Thank you.